Het Gerrit Kroolbrug-comité baalt dat minister Cora van Nieuwenhuizen nog geen gehoor heeft gegeven aan een oproep voor een lage brug. De minister liet gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer weten dat ze alleen een brug overweegt van minimaal 5,7 meter hoog. Omwonenden voerden gisterochtend nog actie omdat ze vinden dat een hogere brug een probleem is voor fietsers, voetgangers en minder valide. De minister die komt heel halsstarrig over en ze schroomt ook niet om een aantal dingen wat krachtiger te zeggen dan ze in werkelijkheid zijn, denken wij. Bijvoorbeeld dat het steun van alle bestuurders heeft, ook regionaal, om de bewonersvariant niet uit te werken. Nou, wij weten dat dat niet zo is. Hè? En kijk naar de stevige brief die het college heeft gestuurd naar de minister een paar weken geleden. En wij weten ook gewoon dat zowel de bestuurders, ook de gedeputeerden, maar ook de gemeenteraadsleden nog steeds achter dat idee staan. En verder ja, nog een aantal hele ferme uitspraken over dat onze variant duurder zou zijn. En dat die vertragend zou werken. Nou, of die duurder is, dat weet niemand, want dat is nog nooit uitgewerkt. Dus waar ze dat op baseert, dat weten we eigenlijk niet. Verschillende partijen dienden gisteren in de Tweede Kamer een motie in om wel gehoor te geven aan de oproepen om de Gerrit Kroolbrug en de Paddepoelsterbrug te vervangen door lage bruggen. Nou, daar zijn we heel blij mee. Niet alleen regionale kamerleden hebben zich flink toch wel geroerd om die bewonersvariant wel mee te krijgen. En om naar de bewoners ook te luisteren en te kijken wat hier gewoon de beste brug is. Dus we zijn blij met die motie. Inmiddels zijn er al 5 of 6 fracties die hem steunen. En we hopen dat de komende dagen gewoon nog meer fracties die motie gaan steunen als die in stemming wordt gebracht. Wij gaan ook gewoon door. We geloven ook echt in onze variant dat die het verdient om uit te werken. En dat dat ook, als inderdaad de brug lager kan worden, dat dat voor zoveel mensen een uitkomst is om toch naar de stad te kunnen blijven gaan. We geloven daar nog in. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra diende een motie in om de twee bruggen ook nieuwe, hippere namen te geven. Ik vond het een beetje een klap in het gezicht van alle Groningers. Om te denken dat je door dan de bruggen een andere naam te geven, die Groningers wel tevreden zouden zijn en verder hun mond maar moeten houden, want zo vat ik dat dan op. Ik vind het een beetje onbehoorlijke motie. En goed, hij is ook weggestemd, dus en terecht, maar niet netjes.